Amerikanen, the greatest of all time. Na 20 jaar bij de New England Patriots pakt hij meteen de titel met zijn nieuwe ploeg na een 31-9 overwinning tegen de Kansas City Chiefs, de vorige kampioen. Super Bowl 55 goes to the Bucks. Brady, 43 jaar, is de oudste quarterback ooit die de Super Bowl wint. Hij is vader van 3 kinderen en getrouwd met topmodel Gisele Bündchen. In de pauze, de zogenaamde halftime show, treedt elk jaar een topartiest op. Dit jaar de Canadese R&B-ster The Weeknd. Hij stak 7 miljoen dollar in zijn show die maar 13 minuten mag duren. Corona zal het stadion maar voor een derde gevuld en alle toeschouwers moesten zitten blijven en maskers dragen. Ja, mooi allemaal, zeker van die Tom Brady, maar misschien nog beter nieuws voor ons is er van Remco Evenepoel. Het zal zijn, Freek, want Evenepoel mag weer fietsen. De breuk aan zijn schaambeen is definitief geheeld. Dat blijkt uit een scan van morgen. Een breuk die hij opliep midden augustus bij een zware val in de ronde van Lombardije. Evenepoel leek snel te herstellen. Hij kon ook redelijk snel weer fietsen, maar bleek te snel. Hij moest de fiets 2 maanden aan de kant zetten en rusten. Vanmorgen heeft hij een nieuwe CT-scan laten nemen in het AZ van Herentals en die zag er goed uit. Evenepoel kan nu eindelijk beginnen aan de voorbereiding van zijn seizoen. Het is niet duidelijk wanneer hij weer kan koersen, maar de start van de Ronde van Italië op 8 mei moet hij dus zonder problemen kunnen halen. De Giro wordt de eerste grote ronde voor Evenepoel op zijn 21ste. En dan voetbal en de uitstekende prestatie van Anderlecht in de topper tegen Racing Genk. Vincent Kompany was in zijn nopjes omdat alles wat hij wil en belangrijk vindt gisteren ook lukte. Mooi voetbal met jonge spelers uit de eigen jeugd die ook scoorden. En eindelijk ook wonnen met 1-2. Anderlecht wordt vierde en plek die recht geeft op deelname aan play-off 1. Vincent Kompany, vaak afgeschilderd als notoire laatkomer, voor 1 keer te vroeg op een persconferentie. En hij is veel te vroeg. Mag ik u een vraag stellen? Hoe is het om, dat is niet te koud voor jullie mannen, te kunnen tippen en minder dan je prestatie? Leutig, duidelijk een coach die gewonnen heeft en die nu in de perszaal de tijd moet doden. Ik ben geen goede grappenmaker. Ik, op café misschien af en toe, 1 keer om de zoveel. Meestal als we iets winnen. Ja, klopt. Ik ben tijd aan het vullen en ben ik doen. Wat was jullie mening van de match? Dat Anderlecht echt goed was, ondanks zijn vroege tegengoal. Miasga die apathisch staat te verdedigen, Bongonda ermee van na 2 kilometer, neem de afslag 7 en 397 richting Zedelgem. Via de paal en Vukovic in doel 1-1. En dan gezamenlijke pressing van Anderlecht, aanhoudende druk op Genk. Een goede Sambi Lokonga, man van de assist voor de winnaar. Yes! Van Anouar Aït El Hadj. Est-ce que je suis surpris qu'on ait pu avoir un résultat et une prestation aujourd'hui? Non. Moi, ce qui me surprendrait, c'est une équipe qui ne crée pas d'occasion. Kansen genoeg. Genk daarentegen, dat voetbalde zonder durf. Je kunt altijd verliezen, laten we dat vooropstellen. Tegen Anderlecht, daar kun je altijd van verliezen. Na 800 meter, neem de afslag 7 en 397 richting Zedelgem. Met 1 punt voorsprong op Club Brugge. Nu, 1,5 maand en een archi slechte reeks later, staan ze 17 punten achter. Neem de afslag op 21. 7. Niet goed bezig. Nee, dat is duidelijk. Join the group, John. Ik heb die vraag al zo vaak gesteld, daarom dat ik hem nu kon lachen. En dan het failliet van de VAR volgens Heinold Haasbroek toch, na de match van Gent gisteren. Na tegen 200 Eupen, meter, 2-2. Ga links op en de rotonde de en neem de derde afslag. En 397, een goal van Treveljak vanuit het buitenspel. Maar toch niet herroepen door de VAR. Het eerste doelpunt dat zij scoren, ja, zie ik vanaf de eerste herhaling al dat Babi die bal raakt. Op het moment dat Babi die bal raakt, staat Treveljak 1 meter buitenspel. Ik zei op die eerste goal, dit is het failliet van de VAR.
Als je dat eerste doelpunt niet annuleert, ja, dat is het failliet. Waarom zit je daar wel nog voor die camera's, jongen? Na 100 meter, ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. En 397.